I like it. Lekker. Dus vandaag gaan we poging 2 doen. Hallo, hallo. Verrassing. Ik heb mijn haar donker geverfd. Ik was natuurlijk al niet zo lang geleden een beetje aan het experimenteren geweest met een masker dat ook een bepaalde kleur bevatte. En dat beviel zo goed dat ik een impulsieve beslissing heb gemaakt. Ik heb een pakje haarverf gehaald bij de drogist en ik heb vervolgens mijn haar daarmee gekleurd. Het is goed gelukt, daar ben ik heel blij mee. Het is redelijk egaal, maar ik moet een partijtje wennen, echt. Het is zo lang geleden dat ik zo donker haar had. Want mijn originele haarkleur is donkerbruin. Dus ja, dit is niet nieuw voor mij. Maar ik was zo gewend om redelijk licht haar te hebben. Of lichtbruin. Ik vind het niet naar. Maar ik moet er zo erg aan wennen. Als ik dan naar andere foto's kijk van mij met lichte haar. Dan denk ik, oh ja, dat vind ik eigenlijk leuker. Of zo, maar... Nee, I'm feeling it. Dit is nu dag 2 dat ik dit haar heb. En ik vind het steeds leuker. Ik heb het net ook klaargemaakt voor de dag. En ik ga zo even ontbijten. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik ga eten. Heb ik wel ontbijt in huis? Dat is een hele goede vraag. Maar ik heb weer nieuwe sieraden van een van mijn favoriete sieradenmerken mogen ontvangen. Het is namelijk van het merk Ana Luisa. Deze had ik al. En... een paar oorbellen, die achterste. En ik heb 3 nieuwe sieraden van hun ontvangen. Mocht je nog niet bekend zijn met dat merk. Ze proberen zo duurzaam mogelijk hun sieraden te produceren. Naast dat zijn hun items echt goed betaalbaar. De prijzen beginnen vanaf $39. Maar de kwaliteit is zo chill. Het gaat heel lang mee. En daar ben ik echt een groot voorstander van. Want ik haat het als ik mijn favoriete sieraden na een maand of zo kan weggooien. Omdat het verkleurd is of niet mooier uitziet. Maar dit, oh, I love it. En ik heb ook nog iets leuks voor jullie. Ik heb namelijk een kortingscode voor jullie kunnen regelen. Dus mocht je zelf nog op zoek zijn naar hele mooie kwalitatieve sieraden. Dan kun je de code SabrinaPoetri10 gebruiken voor 10% korting. Ik zal nog alles ook in de beschrijving zetten. Making our Christmas memories. Working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Kijk eens, hier hebben we Rits is er. We zitten voor de kerstboom en het is officieel nog niet kerst. Het is de 23ste nu. Maar het leek me leuk om al zo van cadeautjes te doen. Pre-kerst. Ik heb hier... Aardig wat, zo te zien. Aardig wat. Ik ben echt zo'n giving for show dat ik echt denk, ik wil gewoon cadeautjes geven. Ja. En dan niks ontvangen, hè? Nee, ik hoef ook niks. Ik wil alleen maar geven. Die weet ik al. Dat heb je volgens mij al verteld. Het is iets wat je zeg maar hier nodig had. Uh-huh. Jij bent altijd zo voorzichtig met cadeaupapieren en ik scheur het altijd zo Oké. Rust. Zo door het raam. Nee, alsjeblieft niet. Nee, dat gaat ook niet. Nou. Oh nee, wacht zo. Nee, wacht, moe. Nee, zo. Ja, toch bedoel. Oeh. Wat is het? Mijn douchegel. En... shampoo. Ja, shampoo en douche. Ik wilde eigenlijk nog die baardolie voor jou halen, die je ook olie hebt. Olie of baardshampoo? Baardshampoo, maar die kon ik nergens vinden. Mm. Welke van deze twee? Deze weet je. Die hadden we samen gekocht. Oh, ik dacht dat je die bedoelde die in de was lag. Je nee. zei wit shirt. Nee, ik heb zoveel wit shirt. Mijn fancy cadeautasje. Ik vind het zo leuk om cadeautasjes te maken. Dit is, heb je zeker een laatst gedaan. Op werk heb ik dat geleerd. Maar toen we een tijd geleden aan het shoppen waren, toen een shirt. Zei van, hey, deze krijg je van mij voor kerst. Het is van Daily Aesthetic. Van Justing. Eerst District Norborough. Ja, een van mijn lievelingsmerken. Thank you. Aisje. Ik ga er een uitleg bij dit geven. Ik had het dus besteld. En ik dacht dat het mooi zou zijn. Een schoenlepel.
Nee. Alleen toen ik hem binnen kreeg, dacht ik, ah, viel een beetje tegen. Misschien moet ik het er niet bij zeggen, maar het is gewoon voor de leuk. Je weet echt niet wat het is, zeker. Nee. Als je het openmaakt, weet je het wel. Mijn voet is fragiel, dus ik wil niet te. Nee, je kan. Oh, toch wel? Ja. Ik moet toch wel kunnen regelen. Oeh, hij is wel een beetje. Daarom, ik zeg maar, de kwaliteit is meh. Het is een Gundam poster. Uh-huh. Mensen die niet weten waarvan, wat dit is. En niet mee? Ja, sommige mensen noemen het toch ook Transformers, Megazord en zomaar. Maar op zich, op beeld ziet hij er wel prima uit. Uh-huh. Maar zeg maar, de print is niet heel mooi afgedrukt, dat is het meer. Maar misschien als je het in een lijst doet. En dan heb ik iets. Wat ik waarschijnlijk niet mocht zien. Ik moest je al deabonneren volgens mij op YouTube ervoor. Misschien heb je dit wel in de flits voorbij zien komen. Dat weet ik niet. Ik ga nog niks vertellen, maar je gaat het openmaken. En, nu ben ik wel benieuwd. Ja. Waar ik ervoor niet mocht abonneren, geen melding mocht krijgen, weg moest kijken terwijl je aan het editen was. Ja. Het is zo'n groot geheim is het niet, maar ik ben gewoon heel benieuwd wat je reactie is. Ook al staat de camera aan, ik wil gewoon jouw pure reactie weten. Even kijken of ik wat op jullie kan. Ja, gewoon zo. Hey, dat was zo. Oh, hey, je moet zo. Zo. Oh, oké. Okay. Ik heb er ook. Ja, hoe heb ik het ingepakt? Hoe heb je het ingepakt? Hier, dit is een klein rondje. Scheur maar open. Voor mij kan het niet zo. Dat zag voor mij uit als een poepgezicht. Ik denk zo. Mm-hmm. Auto, it's been a. Nog eens een kaartje lezen. Ja. Nou, dit is. Heb ik laten maken voor ons. Weet je nog toen ik een foto gestuurd van dat iemand mij had getekend? Best wel gedetailleerd. Heel mooi toch? Die ook als je bent. Nee, een andere. Zeg maar de meest recente. Niet mijn design van mijn YouTube, maar een andere. Dus die had ik naar jou gestuurd. En toen had ik aan haar gevraagd of ze iets voor mij wilde maken. Dus, nou. Ik haar een speciaal design voor ons laten ontwerpen. I like, yes. Gelukkig. Nou, nu ik. Moet ik even pakken. Ik ben zo gefocust op cadeautjes geven dat ik dan denk, oh ja, ik krijg ook een cadeau, man. Oh. Nou, had je niet verwacht, hè? Oh. Ik voel altijd zo ongemakkelijk als ik cadeautjes ontvang. Al lang geleden, een kaartje. Maar ik dacht, wel toepasselijk. Heel verhaal. Oh ja, de derde kerst. Ah, thank you. Wat is je cadeautje? Ja, je had al iets anders, maar ja, daar, ik had al wat besteld. Maar ik denk al dat je weet wat het is. Oeh, ja. Als je het ziet, weet je het. Dan ben ik gelijk door een worsteltje. Ik denk, wat heb jij nou weer? Ik zag dit zakje. Ik wist het nog gelijk. Doei, Sjap. Zo, er gaat er eentje weer gooien. Op. Ik zie je in de. Dit is soap brow. Brow soap. Ze zeggen dat dit goed is voor je wenkbrauwen. Dat je dan geen. Weet niet, ik heb er geen ervaring mee. Nee? Nee. Dit is hem, zo'n klein. Even kijken, focus, ja. Thank you. Love en it. Je echte. Echte cadeautje. Die echte komen. Cadeautje die komt. Bij jou? Of vijf, we, nee, dus 26e. Cute. Ja. Ik vind het lief dat je ook iets hebt meegenomen. Tuurlijk. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, ik wilde gewoon jouw cadeautjes geven. Ja, maar zo zit het niet, hè? Thank you. In de vorige vlog hadden wij een poging gedaan tot het maken van koekjes. Alleen dat ging niet zo volgens plan, nee. Dus vandaag gaan we poging 2 doen, maar dan met mij thuis. We hebben dus een soortgelijk koekjesmix. Dit zijn suikerkoekjes.
En ik dacht, misschien is het lekker om een klein beetje vanille suiker doorheen te doen. En ik hoop dat het nu wel gaat lukken. So I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. De koekjes zijn klaar, alleen de onderkant is niet helemaal gaar. Nou, hij is wel gaar, maar gewoon wat zacht. En? Ze smaakt beter als de vorige. Als een soort van de muffins, maar. Ik vind het niet super, maar ik vind het ook niet smerig. Ja, wel wat meer smaak. Mm-hmm. We hadden net natuurlijk al wat geproefd, maar dit is hoe het er allemaal uitziet. Ik had figuurtjes gemaakt met een vork, best wel grappig. Maar deze mannetjes zien er niet uit, helaas. Maar hey, het was leuk. Morgen is het alweer kerst. Echt bizar, de tijd vliegt. Ik weet niet 100% zeker of ik tijdens kerst ook ga filmen. Want het is wel een moment voor familie en zo. Ik wil gewoon van elke seconde van het moment kunnen genieten. Dus ik ga nog niks beloven. Maar ik vond het wel leuk om een aantal dagen uit december te filmen. Uiteindelijk zijn het toch wel herinneringen. En ja, ik hoop dat ik ooit op een dag misschien weer vlogmas kan doen. Dat ik elke dag leuke dingen kan doen en dat ik kan vastleggen. En nu is het gewoon heel anders, weet je. De situatie is ook anders. Maar het komt al. Ik hoop dat 2021 gewoon een beter jaar wordt. Ook omtrent content. Want afgelopen jaar was het niet mijn jaar op het gebied van YouTube. Maar ik hoop, het komt allemaal wel goed. Eerder in deze video had ik natuurlijk al iets verteld over de sieraden van Ana Luisa. Dus even een kleine reminder. Mocht je nog op zoek zijn naar een leuke sieraden, dan zal ik een linkje hier in de beschrijving zetten met de kortingscode. En mocht je vragen hebben over het merk, dan kun je mij altijd een berichtje sturen of hieronder een reactie achterlaten. Ik wil jullie fijne dagen wensen en hopelijk tot de volgende keer. Doei!